Hey, Binkies. Welkom bij een nieuwe video hier op FC Roelien. Nieuwe careermode. Ja. Bayern München 2 is zover. Wij gaan vandaag in deze video, hopelijk, tenzij het echt heel lang duurt, dan komt er nog een video. Bayern München 1 van de troon stoten in Duitsland. Ja, dat was de challenge. De vorige video heb je kunnen zien. 3 seizoenen hebben we erover gedaan om naar de eerste Bundesliga te komen. Maar we zitten er en dit is het team wat wij nu hebben. Hatsakdee. Olkowski, de Poolse doelman die wij zelf gescout hebben, die nu 78 is, terwijl hij pas 18 is. Gekke werk. We hebben Bral Giag, een Canadese rechtsachter van 24, die gestopt is met groeien. Lawrence, die het heeft overgenomen van een andere verdediger, die bij ons is weggekocht, omdat hij per ongeluk nog een clausule had staan. Heel vervelend. Mai, die bij ons al vanaf het begin er is. Oude. Een Argentijnse linksachter. Viagra. Stiller, die ook al vanaf het begin erbij is. Dayaku, die vanaf het begin erbij is. Alenia, die we op een gratis transfer hebben gekocht. Kaiser, ons toptalent. Die is pas 20 en 89. Eindelijk op het podium waar hij hoort, namelijk de Bundesliga. En Baden Frederiksen, die we hadden gekocht. Die samen met Arp onze spits is. Die wisselen een beetje. Ja, dat is de situatie nu. Nu ik jullie up-to-date heb gebracht, wil ik jullie vragen om een blauw duimpje achter te laten op deze careermode als je hem leuk vindt. En je kan ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan hier op FC Roelie. Voor een nieuwe career mode. Ik ga denk ik weer na deze career mode, want we zijn nog niet klaar, nee. Ik denk dat ik na deze career mode weer een hele lange ga doen, waarin we letterlijk met het slechtste team van het spel naar de vierde Engelse divisie gaan en proberen de Champions League te winnen. Echt een hele lange. Zomaar weer 3, 4, 5 afleveringen. Misschien ook in een week elke dag pompen. Als jullie dat willen, laat het eventjes achter. Als je zoiets hebt van nee, ik vind een aparte challenge vind ik leuker. Laat het ook eventjes weten. Terwijl wij eventjes gaan kijken naar het pre-season toernooi waarin wij in zitten, welke tegenstanders we hebben. Udinese, Stade Rennes, Montpellier. Hoeveel geld wij hebben. 55 miljoen, wat erg lekker is. Wat is er nou gebeurd, vorige aflevering, waar ik nog steeds ontzettend boos over ben. Wat is nou gebeurd? Deze vriendelijke vent, die was van ons gekocht. Deze RAMB. En daar kan ik gewoon niet tegen. Hij was gekocht voor 23 miljoen. Zijn clausule is dat. En nu ineens, toen hij bij Young Boys ging spelen, was hij 43 miljoen waard. Ja, hallo, dat wil ik niet. Ik wil hem gewoon terug. Ik ben echt een soort van emotioneel gehecht aan hem. Want het is mijn toptalent. En ik wil hem gewoon terug. Dus we gaan nu gewoon al ons transferbudget spenderen aan het terughalen van deze speler. Nou, onze verdediger hebben we terug. Ik ga een paar van die transfervrije regens proberen vast te leggen. En wat ik ook wil doen in deze career mode. En het kan heel erg lastig worden. Ik kan het mezelf heel erg lastig maken hiermee. Wat ik wil doen is, ik wil Veldhuis, de regen van Robben, en Tchergui, de regen van Ribéry, uiteindelijk in het eerste team krijgen. Transferbod voor Dayaku. En dit zijn dingen waar we nu echt over na moeten gaan denken. We hebben al ons geld uitgegeven aan onze centrale verdediger. Is dat slim geweest? Dat is absoluut niet slim geweest. We hebben nog wel een paar spelers zoals deze Singh en linksachter. En wat talentjes die we kunnen uitlenen of kunnen verkopen misschien zelfs. Wat financiële ruimte zou kunnen geven. Want omdat wij nu in de Bundesliga zitten en omdat wij geen transferbudget meer hebben en niet extreem veel salarisbudget, hebben we straks binnenkort weer een probleem. Omdat, daar is het al, spelers niet blij zijn over hun contract. Omdat ze een contract hebben dat is afgestemd op de tweede Bundesliga. En ze nu natuurlijk in de eerste Bundesliga zitten. Oké, het pre-season toernooi tegen Stade Rennes. En die zullen ongetwijfeld vast wel een goed talent hebben. Want ze beginnen met goede spelers die allemaal kunnen doorgroeien. Dus dan worden ze die verkocht en dan hebben ze geld. En dan kunnen ze die weer verkopen voor meer. Maar we winnen! Ja! Gaan we dat eindelijk voor het eerst, volgens mij in 3 jaar, door in de poolfase van het pre-season toernooi. Gaat het zo voorkomen? De tweede wedstrijd tegen Montpellier. Het team is een beetje vermoeid, maar ik ga gewoon met de beste 11 starten. In de hoop dat we deze winnen en dan door zijn. Maar dat is niet zo. En Udinese speelt gelijk tegen Stade Rennes. Dat betekent dat wij moeten winnen van Udinese. Oh, alsjeblieft. We moeten winnen. Yes! Want dan krijgen we namelijk heel veel geld omdat we ronde doorgaan. We zijn een ronde door. We moeten nu tegen Gutsen, dat nu bij Angers speelt. En ze hebben koffie op goal, dus dat is altijd killing. Maar we winnen 1-0. Mai, ja, let's go daddy. En we moeten tegen Olympique Marseille in de finale. Dat is op zich wel een prima team. Maar het zal toch niet dat wij voor het eerst de pre-season toernooi gaan winnen. En dit zijn alle scoutverslagen van die regens die we hebben. Scott, die wil verkocht worden, die willen wij verkopen. Dus die kan ook nu verkocht worden. Dan krijgen we wat geld door. Dat betekent dat we de rest kunnen houden, dat we in principe financieel al rond zijn. Maar als we deze nou ook nog eens winnen, zou dat ook heel erg lekker zijn. Oh, niet iedereen is fit. Jongens, als jullie dit winnen, dan gaan we alle contracten verlengen. Dan is het zover.
we verliezen. Ik ga alsnog de contracten verlengen. Banen Frederiksen zijn bod hebben we afgewezen. Singh hebben we geaccepteerd. En ook Christopher Scott hebben we geaccepteerd. Dus dat zou echt lekker zijn als die twee verkocht worden en dat we daar het geld voor krijgen. Ik heb net heel veel van de salarissen verlengd. En ons geld is daarom alweer op. Voor de rest ziet de Bundesliga er op dit moment zo uit. Keulen, Mainz, Bayer Leverkusen, Bayern 1, Bayern 2, Dortmund, Gladbach, Frankfurt, Schalke, Düsseldorf en Hamburg zijn dus ook gepromoveerd. Dan heb je Hertha Leipzig, Freiburg, Hoffenheim, Stuttgart, Wolfsburg en Bremen. Niet heel veel teams waarvan ik denk, daar kunnen we heel erg makkelijk van winnen. Singh is verkocht, Scott is verkocht. We hebben een bod gekregen voor onze reserveverdediger, maar die wil ik houden, want dat is onze reserveverdediger. En onze talentvolle keeper, 46 miljoen. Nee. Ik was altijd vergeten dat de Bundesliga layout op FIFA een soort van pijn aan mijn ogen doet, omdat dat heel, heel wit en rood is. Daar gaan we. De selectie is er klaar voor. Wij zijn er klaar voor. De eerste wedstrijd in de Bundesliga tegen Bayer Leverkusen. Dat is helemaal geen verkeerd team om tegen te moeten. Ze hebben Busquets. Ik denk dat dat Sergio is die daar nu zijn laatste jaren speelt. Tielemans die is heel goed. Diaby is heel goed. Bailey is heel goed. González is goed. Maris, ja, dit is gewoon, ja. Oh, we verliezen ook. Mönchengladbach. Die hebben Kamavinga, een van de grootste talenten ter wereld, op het middenveld staan. Want dat kan bij Borussia Mönchengladbach. Maar we spelen wel gelijk. Dan moeten we tegen RB Leipzig, dat in het echt natuurlijk al een heel talentvol team heeft. Laat staan op FIFA. Keen, Neres, ik denk Gabriel Jesus. Fantastisch joh. Zin in, heel veel zin in. Wat gaan we doen? Wij verliezen. We hebben de scout weer weggestuurd. Kijken of er ergens wat talenten in Duitsland te vinden zijn. Zoals Leon Dreiler. De waarde van 1 miljoen, maar hij is pas 15. Dat heb ik graag. Ik heb op het laatste moment nog 3 regens vastgelegd. Deze Uruguayaanse spits van maar 63 weet het. Ik had gehoopt dat hij hoger was. Deze Portugese speler die op linksbuiten of rechtsbuiten kan van 19. En deze Spanjaard van 17, die wel al 69 algemeen is. De transfer deadline day is voorbij. Het is nu interlandperiode. Een aantal spelers van ons die zijn al mee met hun land. We hebben redelijk wat spelers uitgeleend nu. Als we gaan sorteren op algemeen, dan zie je dat ook de jongere, wat lagere talenten bijna allemaal bij een andere club zitten. Dan hebben we nog een paar middelmatige spelers, waarvan we sommige net hebben vastgelegd. En dan begint hier echt wel de basiself / de reserves. En hier begint echt goed te worden. Veel spelers die richting de 80 gaan, dat willen we graag zien. Het gaat gewoon heel lastig worden. En we hebben ook wel een paar lastige clubs aan het begin gehad. Omdat die gewoon heel goed zijn, die Bundesliga-teams. En dan moeten we nu daarna tegen Dortmund. Ja, wat is dat nou? We moeten tegen Dortmund. Zij staan 11e, dus het gaat ook niet extreem goed. Maar ze hebben Haaland en Sancho, Bentancur. Oké, kom op jongens. Vertrouwen. 2-2, weer een puntje. En de Jaku weer met 2 doelpunten. Gaan we onze eerste dub pakken tegen Frankfurt. Ja. 1-3, ik voelde het aan mijn water. Viagra en weer die Dayaku. Die dekselse Dayaku. Eerste dub in de Bundesliga. Oh! Lieve mensen, dit had niet slechter kunnen komen. Naast dat het heel onrealistisch is dat je als team op woensdag moet spelen en op zaterdag. Dan doe je een bekerwedstrijd op dinsdag en dan de wedstrijd op zondag. Of gewoon wel woensdag en dan de wedstrijd op zondag. Maar goed, de Bundesliga houdt daar geen rekening mee, blijkbaar, met ons. We hebben 2 wedstrijden achter elkaar en dat gaat qua fitness taai worden. Eerste wedstrijd, belangrijk. DFB-pokaal, de beker van Duitsland. Hebben we een doelstelling voor vanuit de clubleiding? Moeten we ver in komen? Nou wordt het tegen Bayer Leverkusen sowieso al lastig. Dan wil je de beste 11 voor opstellen. En dan daarna hebben we dus de eerste wedstrijd, de eerste keer, tegen Bayern München. Dan moeten we ons eventjes laten zien. Dus ik moet nu keuzes gaan maken en dat vind ik gewoon erg vervelend. Want het kan heel goed zijn dat we dit dik verliezen en dat we dan voor niets een aantal van onze goede spelers hebben opgesteld. Ja, dan zou ik er persoonlijk heel erg van balen. Nou, wij verliezen dus inderdaad. Ja, dat is gewoon jammer. Dat is gewoon zonde. Oké, maar dan zul je zien, iedereen straks helemaal ondersteboven, helemaal kapot van die wedstrijd. Ja, een soort van, het valt nog wel mee. Het is nog wel te overzien. We hebben Kaiser, die zetten we hier neer en Alenia weer erin. En dan kunnen we een redelijk sterke 11 opstellen. Bayern heeft nu Ings in de spits. Silva, Coman, Sané, Kimmich, Roca, Stones, Langle, Saka, Cancelo, Neuer. Een aantal hele goede spelers, maar ik had het op zich beter verwacht. What the fuck? Oh! Who's your daddy now? Oh! Hey! We hebben gewonnen! We winnen! Eerste wedstrijd van Bayern. Hè? We staan 1 punt achter Bayern maar. Dit had ik niet aanzien komen. Nou mooi, dan hoeven we nu eigenlijk niet zoveel meer te doen tot aan de nieuwe transferperiode. Januari 2021. Daar zijn we. Wij staan 6e. 2 punten achter Bayern 1. Een aantal punten denk ik achter de nummer 1.
Ja, dat is 11 punten nu. Kijk, niks is onmogelijk in career mode, maar dat is best wel een grote achterstand inmiddels. Maar we staan nu op een Europa League plek. Nou, dat zou echt fantastisch zijn. Er zijn duidelijke achterblijvers in de vorm van Hamburger en Düsseldorf. Dat zijn easy 6 puntjes, maar dat zal dan voor iedereen wel het geval zijn. De volgende wedstrijd moeten we weer tegen Bayern spelen. Dus dat wordt een hele uitdagende pot. Banky, niet heel erg groeiend. Ook zie ik dat we echt weinig spelers hebben. Dus misschien kan ik beter gewoon eventjes wat jeugdtalenten die wij hebben gescout bij het eerste elftal zetten, zodat ze dan in ieder geval daar soort van de reservebank kunnen vullen. Je weet het namelijk maar nooit. We hebben 14 miljoen. Niet genoeg om echt een basisspeler van te kopen. Dat is enigszins jammer. Hoe gaat het met de talenten die zijn uitgeleend? Deze reservekeeper is nu 74. Dat is beter onze reservekeeper nu. Even goed. Timmermans plus 3. Barbosa plus 4. Hopelijk blijft hij lekker doorgroeien. Rea plus 1. Niet heel erg geweldig. Deze jongens, ja, die kan ik eigenlijk wel uitlenen, maar kan ze aan de leenlijst zetten. Wie weet, voor hetzelfde geld heeft iemand interesse in ze. Alenja heeft een bod gekregen en dat is dan misschien wel interessant. We gaan onderhandelen. We gaan onderhandelen met Leicester. 37 miljoen, ik doe er 10 miljoen bovenop. We gaan niet onderhandelen met Leicester. We zeggen de prijs en zij gaan ermee akkoord. Dat gaan we doen met Leicester. Alenja is verkocht en wij hebben er 33 miljoen bij gekregen. En dat betekent dat wij nu dus wel in één keer heel veel geld hebben. Dat we nu 47 miljoen hebben. Ja, kijk, daar kan ik wel wat leuks mee. Borussia Mönchengladbach heeft een bod gedaan op één van onze twee spitsen, op Arapi. We gaan gewoon heel hoog inzetten aan het begin, zoals we bij Leicester ook deden, maar die gingen er één keer mee akkoord. Kijk, die doorkoop, dat maakt mij niet uit. Als wij hem verkopen, kunnen wij samen met het geld dat wij voor Alenja hebben gekregen, een nieuwe spits halen. En die ben ik al aan het scouten, dus dat kan nog eventjes duren. Ik heb een aantal spelers gescout, dus ik hoop dan dat we samen met dat bedrag van Alenja, die 60 miljoen die we dan ongeveer krijgen, dat ik dan een aanvallend middenvelder en een spits kan halen. Dat hoop ik. Assis is uitgeleend voor een korte periode aan Marseille. Ik denk dat dat goed is voor hem. We hebben onze reservekeeper verkocht, omdat die andere reservekeeper weer terug is. Ook hebben we een Duits talentje uitgeleend. Schmid, ander Duits talentje ook, die we net hadden gescout. Nou, komt eigenlijk allemaal heel erg mooi uit. En dat betekent dat wij nu tegen Bayern München moeten spelen, maar ook dat wij 62 miljoen hebben. De spelers die ik aan het scouten ben, zijn deze Liquinha van Orlando City, die een afkoopclausule heeft van 37 miljoen. Deze Michael Olise van Reading is dat. Die mij echt wel heel erg goed lijkt. Deze Lopez van Atlanta United. Deze Alvarez Martinez van Leganes. En deze Regen van Inter. Maar ik zie dat hij niet zo heel erg goed is. Jiménez van Athletic Bilbao. Mexicaan met roots uit Baskeland. Antiste van Bayern 1. En dat was het. Dus gaan wij een gokje nemen? Ja dan te nee. Ik wil hem heel graag hebben, deze Olise. Ik denk dat die heel goed kan worden. En ik ga proberen eerst te onderhandelen. Omdat het nu halverwege januari is. Als het mislukt, dan kunnen we nog altijd zijn clausule gaan betalen. 48 miljoen willen ze. Oeh, dat is volgens mij hoger dan zijn clausule. En ze gaan akkoord met 40 miljoen. Dat is een clausule van 45 miljoen. Dus dan hebben we in ieder geval daar 5 miljoen op bespaard. En dat betekent ook dat hij dat al wel echt bijna waard is. Salaris! We gaan gewoon hoog inzetten, man. We gaan gewoon 50.000 doen. We gaan gelijk gewoon 50.000 doen. En gelukkig is hij ermee akkoord. Ik vind het leuk, man. Ik kende hem helemaal niet. Ik wist niet dat het zo'n groot talent is. Ik weet niet waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Of dat hij ook bij Reading speelt. Hij heeft een potentie van 85. Alleen een probleem dat we geen reservespits hebben. Omdat we die verkocht hebben. Daar gaan we. Tegen Bayern 1. We hebben al een keer van ze gewonnen. Gaat het de tweede keer ook lukken? Gelijk. We hebben niet verloren van Bayern 1 dit seizoen. En dat vind ik een ontzettend ongelofelijke hutdub. De transferperiode is bijna voorbij. Wij hebben best wat geld over nog. 22 miljoen. Het hoeft niet op. Hè? Zo is het nou eenmaal. Het hoeft niet op. Er zijn een aantal spelers die dus nog gescout gaan worden. Zoals deze Antiste. Maar ik zie nu bijvoorbeeld al. Die heeft een waarde van 12 miljoen. We zouden hem kunnen proberen te kopen van Bayern 1. Daar moet ik even goed over nadenken. Maar wat ik ook een optie vind is, ik ga de Robin Regen terughalen. Jeremiah Veldhuis. En dan kan je zien dat hij al redelijk wat afmaken heeft. 74. Ik ga van hem een spits maken. Ik denk dat hij een betere spits dan een buitenspeler is. Ook omdat hij geen passing heeft. En dan kunnen we hem speeltijd gunnen. Dat gaan we zo doen. We moeten nu tegen dezelfde teams als waar we tegen begonnen. Tegen Leverkusen, Dortmund en Leipzig. Volgens mij wonnen we toen geen één wedstrijd. En de eerste hebben we nu al gewonnen. Tegen Dortmund verliezen we. Nou, Leipzig zou leuk zijn, een win. Maar als je daarvan verliest, is het ook geen schande. Nou, dat doen we dus. Dan hebben we nog 2 wedstrijden over. Die simuleer ik er maar gewoon bij. In plaats van dat we nu gaan kijken hoeveel we staan en nog die 2 wedstrijden hebben. Laatste wedstrijd, hopelijk een dub afsluiten. Ja, dat doen we. Het is 2024. Wij staan 6e. Wij gaan Europa in. Wij gaan Europa in. Bayern, die is wel ontsnapt. Die staat nu 10 punten boven ons. Lekker Duits.
En Leverkusen die staat heel ver voor ons. 19 punten. Dat was kansloos. Hoe ziet het team er dan nu uit? We hebben niet een hele goede manager rating. Ja, waarschijnlijk hebben we een aantal dingen niet heel goed gedaan. We hebben wel deze spelers gedaan. Jeugdafdeling hebben we niet gedaan. Naamsbekendheid aan een winreeks van 5 wedstrijden zonder tegendoelpunten. Nou, dat hebben we natuurlijk helemaal niet gedaan dan. DFB-bokaal, hoeveel zijn we daarin geworden? Hoeveel zijn onze spelers gegroeid? En wie is topscorer? Dayaku? Nee, maar er staan wel een aantal spelers van ons daar hoog. Badens, die staat erin. Dayaku staat erin. En Kaiser, die staat er ook in. Nu dan de spelers. Veldhuis is 75. Het was een goede beslissing om hem als spits neer te zetten. Hij moet alleen nog werken aan zijn schieten. Kaiser 91, Olize 81, Dayaku, goat van dit seizoen 82, Stiller 85, Viagra 80, Oude, die gaat echt heel erg hard. Ook de backline, het trio, 82, alle drie. Oude, die is dus ontgroeid. Ja, de rechtsachter, die kan niet meer. Die kan niet meer. En Baden, 77, die speelt dus blijkbaar meer dan Veldhuis, denk ik. Omdat hij meer conditie kwijt was. Veel gebeurt dit seizoen. Dus tot nu toe zijn we al lang bezig met de video. Hoe gaat het met de spelers die zijn uitgeleend? Timmermans plus 4, wel goed. Barbosa plus 5, ook wel goed. Schmitz plus 4, ook wel goed. Plus 2. Plus 7. Aziz plus 3. Kijk, dat was een goede beslissing voor hem. Alvarez plus 4. Dat is erg lekker. Fati plus 3. Dus is heel erg lekker. Hij is ook echt goed aan het worden. Hij is plus 3. Plus 4. De Ribéry regen. Die gaan we misschien ook maar gewoon terughalen straks als de tijd rijp is. En dan gaan we even de balans opmaken. Ik denk dat ik eerst nog de contracten verleng van iedereen die ontevreden is. Zodat dat niet per se van ons budget afgaat. En dan gaan wij door naar het volgende seizoen. Ons tweede seizoen in de Bundesliga. En hopelijk het seizoen waarin we Bayern even iets meer kunnen aanvallen. We hebben in ieder geval een gat van 10 punten te dichten. Bayern 1. Dat is de challenge. Tot zo. In het nieuwe seizoen hebben we weer een pre-season tournament. We zitten in de pool met Club Brugge, Nice en Atalanta. Ook hebben we waarschijnlijk nieuwe doelstellingen gekregen van het bestuur. Ik zie ook al dat wij ongeveer 80 tot 90 miljoen aan transferbudget hebben. Nou, dat is flink. Haal de finale van de Europa League. Hele rare doelstelling. Haal de Champions League. Dat zou ook mijn doelstelling zijn, het liefst. DFB-pokaal had laatst 16. Oké. Haal 10 overwinningen dit seizoen in thuiswedstrijden. Het zal kielen. Ons team is nog steeds goed. Het is vervelend dat er een aantal spelers van ons weg zijn. Als Kaiser naar Duitsland mee is, dan zou je verwachten dat het Stiller misschien ook mee is. Al hebben ze natuurlijk wel Goretzka en Kimmich. Misschien nog wel andere spelers. Maar hey, goed. Ik zou hem meenemen als ik bondscoach was. We moeten dus zonder hen het pre-season toernooi gaan doen. En dat is vervelend, want zij worden wel meegerekend voor de algemene rating met pre-season tournament selecties die FIFA voor je maakt. En we moeten gaan kijken wat wij kunnen, / willen, / gaan doen met die 80 à 90 miljoen. We hebben een zwak punt in het team, namelijk de rechtsachter. Dat is een zwakke plek. Maar ja, we willen een Canadees erin. En heel veel betere Canadezen zijn er niet. Kan die wel gaan scouten. Nelson is nog steeds pas 21, maar is ook niet goed genoeg voor de basis. Dat is gewoon zo. Dus ja, dat is een beetje een struggle. Daar gaan we. De eerste wedstrijd tegen Nice. Een aantal spelers dus niet beschikbaar. We gaan ook Sergui en Veldhuis opstellen. Ribéry en Robben. Ribéry als linker CRM, die niet helemaal daar op positie staat. En Veldhuis dan als spits. Nou, zo doen we dat hier. We winnen wel overtuigend met 3-0. En weer 2 doelpunten van Dayaku, onze topscorer. Dan gaan we. De tweede wedstrijd tegen Atalanta. En dit is weer zo'n pot waarin wij best wel wat vermoeide spelers hebben. Dus als wij hier niet van winnen of gelijk tegen spelen, dan is dat geen goede keuze. Het is dus geen goede keuze. Wel een doelpuntje van Ribéry. We moeten tegen Club Brugge, dat 2 keer heeft gewonnen. Dus we moeten gelijk spelen. Nee, niet. We moeten winnen. Want als Atalanta wint van Nice dat 0 punten heeft, dan zijn wij niet door. Oh jee, probleem. Want Brugge heeft volgens mij best wel een oké team. We verliezen. Dof scoort. Kutzooi. Maar Nice wint van Atalanta. Dan zijn we door. Ja, wat een dub. Dan gaan we weer. Lazio. Ah, penalties. Ik wilde zeggen, die gaan we natuurlijk gewoon verliezen. Maar penalties. Oh nee, Olize, die miste hem. Zij scoorden hem allemaal. En anders hadden we tegen Inter gespeeld. Oh, dat had ik leuk gevonden. Goed. Ik ben een aantal spelers aan het scouten, omdat ik vind dat wij het geld wel goed moeten besteden. En het liefst eventjes wat talenten daarvoor kopen. Luca Netz, dat is een Duitser, die is 21 jaar en 76 algemeen. Hij is bijvoorbeeld 16 miljoen waard. Gaan we die nu kopen, terwijl de tweede linksachter is? Nee. Dus we leggen Baba vast. Abdulrahman Baba. Omdat hij vast wel genoegen neemt met een soort van reserverol. Precies, rotatie. Ja, nou, exact. Nog steeds niet heel tevreden over de vorm van onze ploeg. Ik moet echt nog wel wat versterkingen hebben op de bank. Als ik ze vanuit de jeugd haal, dan duurt dat lang. Dus laat ik maar gewoon eventjes een paar wedstrijden gaan simuleren. We verliezen de eerste wedstrijd van het seizoen van Dortmund. Dan tegen Wolfsburg. Die winnen we. En tegen Mainz. En daarna is het even tijd om de strategie voor dit seizoen door te nemen.
een eventueel volgend seizoen. Want ik weet niet of het gaat lukken met deze selectie. Wij gaan een Duitser halen als reserve voor de CVM. Adrian Fein. Sommigen kennen hem misschien wel vanaf van PSV. Omdat PSV hem natuurlijk van Bayern had gehuurd. Ja, we hebben een nieuwe middenvelder nodig. Eentje die nog een beetje kan groeien. Hij kan dat denk ik wel. Hij kan nog wel wat doorgroeien. Hij is pas 25. En hij is Duits, dus dat is een pre. Want ja, we moeten meer Duitsers hebben in de ploeg. Dat heeft Bayern ook altijd. Ja, ik denk dat hij wel goed is. Dan moet ik eigenlijk alleen nog een centrale verdediger hebben. Want, en misschien kan Stiller anders wel op... Het zou eventueel kunnen. Onze reserve centrale verdediger is nog steeds Lawrence. En die is gewoon niet goed. Ja, de rechtsback, reserve rechtsback, hatsakadé. Fine, die is 79, dat is lekker. Dus die kan flink doorgroeien. Dat is ook een goede speler voor de bank. Wedstrijd tegen Mainz. Je zou zeggen dat wij met ons team dat wel gewoon zouden moeten kunnen winnen. En dat doen wij ook. Met 2-3. Het laatste uurtje van de transferperiode. We hebben een paar talenten uitgeleend. Dat is mooi. Die kunnen dan groeien. You know the drill. You know the drill. Dit is nu ons team. Het is weer heel raar dat hij mee is met Argentinië. Want daar komt hij vandaan. Maar dat Audet dat dan niet is. Hoe dat komt, geen idee. Brouw Griard, die moet gewoon gaan groeien. Anders moeten we een nieuwe rechtsachter kopen. Want hij kan maximaal, denk ik, in zijn carrière 80 worden. Bade Frederiksen mag ook flink gaan groeien. Want als hij zoiets heeft, dan weet je wat. Jongens, ik stap op dit seizoen. Prima, dan krijg jij die kans. Ik zou het niet verkeerd vinden als een aantal van deze talenten aan het einde van dit seizoen 85 of hoger zijn. En de Europa League in, waarbij we bij Lech Poznan, Bordeaux en AZ in de pool zitten. Nou, enig. Bim bam boom. Januari 2025, wat een lege maand. We hebben alleen Werder Bremen. Wat? Oh, winterstoppie, denk ik. Win. We hebben van Bayern München gewonnen. We hebben een beker gewonnen van Leverkusen. Dat we van Bayern München winnen. Bayern München 1, dat ja. Yeah. Kijk, de tables have fucking turned. We staan eerste. We staan 5 punten voor. Bayern staat 10e met 22 punten. Bayern 1. Nou, die hebben we dik achter ons gelaten. Echt ver achter ons gelaten. We hebben 1 keer verloren. Ik weet niet van wie dat is. Zouden we dan eens terug gaan kijken? Ik ben benieuwd van welke club wij dan verloren hebben. Het zal wel, was de eerste wedstrijd van het seizoen volgens mij, van Dortmund. Ja, precies. De eerste wedstrijd van het seizoen hebben we verloren van Dortmund. En daarna hebben we niet meer verloren. Managerprijzen gewonnen. Dankjewel. Boet hebben we verkocht. Fati is uitgeleend. Hoe staat het nu met het team? Keizer is 93. Dat is het eerste wat me opvalt. Veldhuis. Arjen Robben regen. 50 skill moves, 3 ster, zwakke been. 21 Nederlands. Die kan nog heel veel verder doorgroeien. Speelt af en toe aan zijn scherpte te zien. Ik denk dat Baden Frederiksen meer speelt. Want die is hoger weten. Dus dan geeft de computer hem de voorkeur. 88 voor Stiller. What the fuck. Die zou zomaar 99 kunnen worden. Dat wij eerste staan met dit team. Dat vind ik toch een beetje apart. Want Keizer, die zal vast het team slepen. En de verdediging is ook wel echt heel goed voor een verdediging. Dayaku is topscorer van de Bundesliga. Kijk, het klinkt lullig en het klinkt misschien een beetje kut. Maar wij kunnen met 54 miljoen niet zo heel veel doen. Je kan een spits halen die 84 is. En dat is wel heel veel beter dan wat we nu hebben. Maar wij willen lekker Veldhuis hier hebben. Nou, wat we dan gaan proberen is deze José Juan Marcos Macias te kopen van Leipzig. Het is een vrij goede spits. En ik denk dat zij te veel willen. Ze willen 2,7 miljoen. Dat hebben wij by far niet. Bim bam de boom. Nog meer van afsnoepen. Houden we wat over. Vinden we lekker. Acceptado. Dan hebben wij echt een goede spits erbij. Het gaat wel een beetje de groei van Arjen Robben in de weg zitten. Maar ja, dat nemen we dan maar voor lief. Want dan hebben we wel echt gewoon een heel compleet team. Daar gaan we. Werder Bremen met onze nieuwe spits. De debuut. Matthias. Wat ga je doen? Niet scoren. Veldhuis scoort de winnende. Die komt er vanaf de bank in. Kijk, zo mag ik het horen, jongen. Atalanta wil hem kopen voor 24, 23 miljoen. Ik ga het accepteren, want ik gun hem die transfer. Hij gaat bij ons op de bank zitten. West Ham die biedt nog meer. Ik gun hem die transfer ook. Hey, hij is naar West Ham gegaan. Dat betekent dat we meer geld krijgen. Hey. Wij staan dus nu 5 punten voor op Leverkusen. En we gaan simuleren. En dan gaan we het meemaken. Oh, we zijn ook door in de Europa League, zie ik nu. Had ik helemaal niet gecheckt net. We moeten tegen Anderlecht. En nu dan een belangrijke pot tegen Leverkusen. Als wij winnen, dan komen wij verder op voorsprong van hun. We verliezen. Dat betekent dat ze ons inhalen waarschijnlijk. De Europa League uit winnen we met 2-0. Dat is erg fijn. We winnen ook weer van Stuttgart de tweede keer deze maand. En we spelen gelijk. Wat betekent dat wij door zijn. En tegen Hoffenheim moeten. We moeten 3 keer in 8 dagen tijd tegen Hoffenheim. Belangrijke maand. Zowel in de competitie als dus in de Europa League. Bayern spelen we gelijk. Frankfurt ook. We winnen van Leipzig. Dat is fijn. Dat is een concurrent van ons. Hoffenheim 0-2. Dan Hoffenheim competitie. 1-1, dan Hoffenheim uit. Of nee, thuis. Gelijk betekent dat we weer door zijn. En Augsburg moeten we winnen. Bam, 3-0. We moeten nu tegen Lille. Oké. Mainz winnen we. Lille, lastige tegenstander.
eerste 0-2. Winnen die eerste wedstrijd elke keer 0-2. Fucking chill. Dan ga je met zo'n goed gevoel die wedstrijd daarna in. Dan kan je gewoon lekker gelijk spelen. Dortmund nu en dan in de beker tegen Darmstadt. We winnen van Dortmund. Die dubs hebben we nodig. Darmstadt, dat moeten wij ook gewoon winnen. En dan Union Berlin voor Perfect Mond. Oh! We moeten tegen Paris en daar staat een neutraal beker. We spelen gelijk. Dan moeten we thuis. Dus we hebben één uitdoelpunt. 0-0 zou genoeg zijn. Maar we verliezen met 1-3 van Paris Saint-Germain. Dat is niet zo gek. En de beker winnen we. Is dit hem al? Dit is hem. Einde van het seizoen. We sluiten af met de beker. We hebben verloren van Hertha. En daarna hebben we best wel... Ja, we hebben volgens mij daarna alles gewonnen. Maar we hadden ook verloren van Leverkusen. Ze kunnen het beter hebben gedaan, maar dat hebben ze niet gedaan. Ja, we hebben gewonnen. We hebben 3 wedstrijden verloren. 7 gelijk. Dat is nog wel veel gelijk. Maar goed, dat je daar kampioen mee wordt, dan is dat helemaal fantastisch natuurlijk. 68 doelpunten. Bayern is 9e geworden. Heel apart. Heel apart. Maar we hebben het gedaan. We hebben Bayern ingehaald. Maar dat hadden we vorig seizoen eigenlijk al een soort van. Maar ook weer net niet. Maar we waren individueel beter. Het was de halve finale waar we zaten. Anders hadden we tegen Lazio gemoeten. Nou, in principe hebben we de challenge nu volledig gehaald. Ik ga nog 1 seizoen door simuleren. En ik ga niet veel laten zien daarvan. En dat komt meer omdat een Leipzig wil me hebben als manager. Dus dan weet je dat je het heel goed doet. Ik ga niet veel daarvan laten zien. Want ja, de challenge is gehaald. Maar ik wil weten wat er gebeurt met die talenten als ik ze nog een seizoen verder laat spelen. Nu hebben we de Bundesliga gewonnen. We zijn tot de halve finale van de Europa League gekomen. En nu komen we ineens tegen teams waarvan je denkt... Ja, doe mij maar. Jeon Boekie Hyundai en Ulsan Hyundai. Wij hebben nu een transferbudget van 132 miljoen. We hebben dus een betere rechtsachter zouden we nodig hebben. En voor de rest hebben we alles. Ik heb gesimuleerd tot eind december 2025. Alles gewonnen. Verloren van Augsburg en gelijk tegen Leipzig en verloren van Bayern en de Supercup verloren. Maar als dat alles is wat je verliest, dan heb je eigenlijk gewoon een heel goed seizoen. Mijn managerrating is maar 68, omdat ik nu echt helemaal geen rekening meer hou met wat dan ook. Daar gaan we, de laatste wedstrijd van het seizoen en dan ook nog de bekerfinale. Nou, dan pakken we die er toch ook eventjes bij. Geen Champions League, dus dat hebben we niet gehaald. De beker wel, die winnen wij. We zijn uitgeschakeld door Atletico Madrid. Ik zou me niet verbazen als dat de halve finale is in april. En dat je dan in mei de finale speelt. We zijn weer kampioen geworden. En kijk eens, Bayern is 2e geworden. Met heel veel punten achterstand. Moet je kijken. Kaiser 96, 89, 87, 78, 84, 93, 91, 90, 91, 92 de keeper. Hij is pas 21. Kaiser is op dit moment 23. Stiller is... 25. Siquet, die groeit ook veel. Die speelt dus regelmatig. Ja, alleen de CVM en de rechtsachter zijn echt nog matig. De rest gaat nog wel boven de 90 groeien. Maar als je dus rechtsachter koopt van 90 reden, dan heb je dan over een paar seizoenen een geheel 90 reden team. En we hebben nog 144 miljoen over. Deze Career Mode Save is meer dan geslaagd. Waarom? Dayaku vanaf het begin bij Bayern 2. Stiller vanaf het begin bij Bayern 2. Mai. Arai MB vanaf het begin bij Bayern 2. Dit was het toptalent van het begin. Dat nu 96 weet het is. Met die stad klopt het eigenlijk helemaal niet. Maar goed, dat maakt niet uit. Geen hele gekke transfers gedaan. Geen hele gekke dingen gedaan. Veel spelers gewoon goed getraind. Leuke career mode. Realistisch, zeer zeker niet. Maar wel leuk. Jij wordt heel erg bedankt voor het kijken. Een blauw duimpje stop zijn. Laat nog eventjes achter wat voor een save ik de volgende keer moet doen. Moet ik echt zo'n lange banger doen? Echt meerdere afleveringen. Laat het even weten. Een blauw duimpje stop zijn. Vergeet niet om te abonneren als je het niet hebt gedaan. En ik check jullie allemaal later. Joejoe.